Danny, je begon heel furieus. Zoiets van, ik zal eens even laten zien dat ik terecht in de basis sta. Nou, niet daarom hoor. Maar na de laatste periode is voor mij best wel zwaar geweest, eerlijk gezegd. Dat is niet wat ik vaak meemaak voor mezelf. Alleen, dat telt niet voorop nu. Het gaat allemaal in teambelang nu. En dan moet ik mijn eigen weg cijferen. Alleen, je wilt je wel natuurlijk wel extra laten zien als je weer in de basis staat. Als je de kans krijgt. En dan moet je denk ik altijd wel proberen te grijpen. Ado begon ook zelf furieus, maar 5 à 10 minuten. Daarna ebt het er toch weer wat weg. Ja, we proberen sowieso altijd gewoon goed te starten. En veld te starten, vooral thuis natuurlijk. En dan probeer je ook zo in een wedstrijd te komen. Ik denk wij als ploeg zijn met de strijd die wij hebben. In de ploeg, de passie ook. Ja, dan komen wij makkelijk ook aan voetbal toe daarna. Alleen, het voetbal is nog, kan nog veel, veel beter worden natuurlijk. Ja, dan kom je eigenlijk uit het niets. Sta je ineens weer met 1-0 achter. Dat is nog even balen. Ja, vanuit onze eigen ingooi. En dat, ik kan wel weer zeggen dat mag niet. Maar dat is al een zoveelste keer dat ik dat zou kunnen zeggen. Alleen, het is wel schijnend dat we zo'n doelpunt weggeven eigenlijk vanaf hun eigen helft, terwijl wij een ingooi hebben. En binnen 10 seconden ligt hij in een mandje bij ons. En dat mag ons niet overkomen. Gelukkig voor rust maak je zelf nog een goede goal. Bal goed teruggelegd door Tom Beugelsdijk. Nees zit hij binnenkopt. Ja, je weet dat John natuurlijk een fantastische trap heeft. En Tommy legt hem goed terug. En ik zeg, Thomas was altijd als kip erbij. En in de tweede helft had hij ook een momentje dat ik dacht dat hij binnen zou schieten. Helaas werd hij nog net geblokt. En voor de rest hebben we eigenlijk vrij weinig gecreëerd om echt te winnen. Groningen moet dan de tweede helft met 10 man spelen. Ja, dan heb je op dit moment niet de ploeg die dan Groningen eventjes zoek speelt. Dat het was op het veld eigenlijk niet te zien. Nou, ik zeg, het voetbalvermogen is bij ons nu ver te zoeken. En we proberen op alle vlakken beter te worden. Dat heeft denk ik wel tijd nodig en vooral zelfvertrouwen. Ik denk als je punten pakt dat je zelfvertrouwen krijgt en dat je daardoor ook makkelijker gaat voetballen. Ik bedoel, Groningen staat toch op zich gewoon prima voor. Die kunnen daar wat vrijer voetballen dan ons. Alleen we proberen het wel, waar nodig en waar het kan. Alleen wat we ook kunnen is gewoon lang bal naar voren, tweede ballen winnen. En zodat wij ook daardoor kansen kunnen krijgen. En dan hoop je dat die binnenvalt, waardoor je wel makkelijk voetbalt. Alleen het zit nu op dit moment niet echt mee. Je zegt wel, deze keer tweede helft nog een kansje. Maar in deze wedstrijd, Luc Koopmans, redden jullie er ook weer 2 keer. Ook weer vlak voor tijd. En 1 keer weer bij zo'n uitbraak. Ja, die redt ons fantastisch in de laatste minuut. Die is sowieso goed in vorm. Dat zegt natuurlijk wel wat als hij... Als de keeper alleen eigenlijk denk ik, als ik mag spreken, dat ik denk dat hij misschien de enige is die in vorm is. Dat zegt ook al wat denk ik. Goed voor hem, alleen wij moeten daardoor wel beter gaan opletten om niet in de laatste minuut weg te geven. Waardoor Groningen nog met 3 punten naar huis gaat. En dat was wel heel zuur geweest vanavond. Goed, elk punt is heilig op dit moment, alleen ik had heel graag 3 gehad. Ja, want 2 thuiswedstrijden, we zeiden allemaal, nou 6 punten zou wel lekker zijn. Maar goed, je hebt het in ieder geval niet verloren, dat is dan ook wel weer het positieve. Dat is denk ik het enige positieve. Ik denk dat je niet heel makkelijk kan zeggen dat we even 6 punten pakken in 2 wedstrijden. 2 thuiswedstrijden tegen Twente en Groningen. Dat zijn geen slechte ploegen en daar moet je wel rekening mee houden. Alleen je moet wel wat en dat was vandaag gewoon te weinig. Laatste wedstrijd, ga je naar Ajax toe. Ja, normaal gesproken zeg je, daar heb je niet zo gek veel te zoeken. Maar schrik doen voor de kerst? Nou ja, je weet maar nooit. Alleen je weet dat Ajax een fantastische ploeg heeft. En ze hebben de laatste 2 wedstrijden verloren, morgen tegen AZ. Dus ik zeg dat je altijd kans hebt, maakt niet uit hoe en wat. Misschien sta je wel weer in die achterste linie volgende week. Tom Beugelsdijk er niet bij. Ja, Tom is geschorst, dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan opvangen. En het is aan de trainer en aan de staf eigenlijk wat voor beslissingen zij gaan nemen. En dat is alleen maar wachten voor aankomende week. Bedankt. Alsjeblieft.